Meneer Van Ranst, een dikke maand geleden zei u hier op deze plek, op de Turnhoutse Baan in Borgerhout, dat de Ramadan dit jaar anders dan anders zou zijn wegens het coronavirus. Hoe anders is het geweest? Het is een Ramadan geweest die meer in gezinsverband is gevierd, niet in groter familieverband met grote iftars. Maar die is toch wel degelijk door de mensen zeer bewust meegemaakt. Vooral misschien door het feit dat meer mensen thuis waren, zodanig dat er meer tijd was om daar aandacht aan te geven. Ja. Werden de maatregelen van de regering, zoals social distancing, goed opgevolgd? De coronamaatregelen zijn eigenlijk voorbeeldig opgevolgd. En dat is bijzonder belangrijk geweest, want dan heeft iedereen zijn steentje kunnen bijdragen aan het afvlakken van de curve. Dat is ook gebeurd. Hebt u aan het einde van deze Ramadan een specifieke boodschap voor de moslims in België? Eigenlijk bewaar de spirit van de Ramadan over het ganse jaar. Waarom niet? En voor de rest, eet Mubarak.